Hey, mijn Eram Demus hier, stand-up comedian. En mijn favoriete moment van de dag is eigenlijk heel simpel. Alles na 12 uur. Ik ben totaal geen ochtendmens. Ik haat het om heel vroeg op te staan. Maar ik kan ervan genieten om op te treden de dag erna. Of vrij laat thuiskomen. Nog even tv kijken en dan slapen tot 12. Op gemak wakker worden, naar beneden komen. En thee drinken. En het nieuws kijken van 1 uur. En dan kan de dag beginnen voor mij. Hallo, ik ben Francesca van Tiele. En mijn favoriete moment van de dag is een paar minuutjes voor 8. Want dan heb je zo'n mooi decor hier. Kijk achter mij. Oeps, hier komt het mas. Inderdaad. Ik woon hier vlakbij. En ik heb nu afgesproken met een aantal mensen om te gaan lopen. We doen ongeveer 3 keer per week. Een afspraak is pil om 8 uur ter plaatse. Ik ben nu onderweg. En wie te laat komt, heeft pech. Dat is de regel. Kijk, zie je dat? 22 over 10. Schoon, hè? 4 zwaantjes. Dat is prachtig, toch? Ik zou er uren naar kijken. Maar je krijgt elke dag maar een minuut. Dat is jammer, maar goed. Het is ook het lievelingstijdstip van mijn oudste dochter. En ik weet nog altijd niet goed waarom, maar ja, je hoeft toch ook niet alles te weten om te kunnen genieten. Juist? En wat nog heel speciaal is, is 15 april. Want dan is iedereen jarig in Oude Post en Oostende. En hopelijk zijn we er allemaal samen bij, hè? Nee? Hey, Oostende, Fischtijl. Verzorg elkaar goed.